Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Dan zeggen we zandvakken, vinger aan. Bij Amsterdam met aan het Dommerse kanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik door. Want ik wil alweer, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het Dommerse mooi kan wezen. Ik ben vandaag een mail vanaf de balkon. John de PNM vandaag. Hier kunnen we de mail naar de fietsverdaagse kijken. De fietsverdaagse van het mail. We gaan hier vandaag voor de 21ste keer zijn we van start. Vandaag de derde dag. En we hebben goed weer en dat duurt zoveel met zo'n beetje activiteiten. Dat werd gezellig ook als je dat hebt. De mensen gaan lachend weg, komen lachend terug. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dat is gezond voor lijf en leden. Ja, dat dacht ik ook, hè. 2 dagen in Weert gefietst en vandaag is hier een mooie route. Dan komen we vandaag in Meijl. Van Maastricht en met mijn zus hier te fietsen. En ik heb niks. En wij gaan samen fietsen. En nou moet ik hier stempelen, want dat zijn meegingen door. Dus hier kregen wij vandaag denk ik weer een stempeltje. Maar ik weet het niet, want ik kom van Maastricht. Ik weet niet hoe dat werkt. Gisteren en eergisteren hebben we 1200 deelnemers gehad. En vandaag zijn er weer nieuwe inschrijvingen, maar die komen er natuurlijk weer bij. En het totaalplaatje werd vrijdagmiddag met de eindmanifestatie bekendgemaakt. Maar ik denk dat we zeker het aantal van vorig jaar gaan overtreffen. Zeker omdat het Jean weer is. En dat moeten we een paar keer zeggen. Want we hebben 2 jaar slaag weer gehad en dit jaar hebben we een prachtig weer. En dat duurt zoveel. Dat is, dan lacht iedereen. Ja. De zonnetje lacht en de mensen lachen en dat doet ons deugd. Ik ben een getrainde vrouw, ik heb geen spierpijn. En goed wat vlees erop, geen pijn aan de zadel. Ik vind het altijd leuk, want ik doe ieder jaar mee. 1 dag, niet alle 4, maar 1 dag vind ik geweldig. Wij hebben bij de NTFU, daar hebben we ook vlaggen van hangen, dat moet ook. Maar we hebben vorig jaar een waardering gekregen met 3 sterren. En een 3-sterren toertocht, meerdaagse toertocht, zijn wij de enige in Nederland die te hebben. En dat is heel bijzonder. En daar zijn we heel erg grots op, want we komen ook in landelijk in de bladen van de meerdaagse fietstochten. En er staat dan 3 sterren bij. Dat wil zeggen dat je het optimaal doet. Wij doen heel veel aandacht schenken aan de oversteekers. We hebben verkeersregelaars waar het gevaarlijke punten zijn. De mensen werden veilig overgestoken. De routes die werden perfect uitgezet, moet ik zeggen. De Tour en Wielerclub, de Velo, die maken voor ons de routes. Die doen ze ook smaren. Sinds maar een half zes zijn die mensen begonnen met uitzitten. En straks, als de mensen binnen zijn om 5 uur, dan gaan ze om 6 uur weer al die pijlen ophalen. Dat weer netjes opgeruimd is. Dus dat is heel belangrijk voor de fietsvierdaagse. Stempelen en dan kregen ze allemaal een stempel bij ons en dan werden de aantallen geteld hoeveel we hebben. We hebben op het moment 150 hier gehad en het is nu zeg maar 20 voor 12
Dus ik denk dat hier wel zo'n 400-500 komt. Oh. Huh? Nee, 400-500. Ja. Die vliegen wel. Ik denk dat we een rond te drijven weer over. Ja. Ja. En jij zit de stielen daar te klikken? Ja, wie 3 uur moet weer zitten. Oh. En dan is het vloed. En dan hebben we de buit binnen. We staan vandaag bij de Zichtstal. Zichtstal op de Heibloemseweg van de familie Kersten. Op de Zichtstal elke dag te bezoeken. Elke dag gratis te bezoeken om naar werkers te kunnen kijken. Om te kijken wie werkers gooien weer. En inderdaad, vandaag is de fietsverdaagse. En ja, daar sluiten wij op aan. De route kunt u nemen. Sterker nog, de mensen van de organisatie hebben ons gevraagd om daar toch een beetje een extra cachet aan te geven. En daarom presenteren wij ons hier als werkersgilde, als varkenshouders van Pelemaas. En de mensen kennen van ons, krijgen van ons het vlees te eten. We moeten natuurlijk ook even naar de verkers gaan kijken, zeg maar. Maar we sloeten dus aan op de fietsverdaagse en griepen dat aan om de mensen te laten kijken wie varkens op dit moment gehooien werden. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.